Hey jongens, hier vandaag weer een Microsoft kwetsbaarheid in de vorm van Hive Nightmare. Is al enkele dagen aan de gang. Ik heb in ieder geval hier een demo opstelling staan waarbij we kunnen laten zien wat er in feite gebeurt als een aanvaller op afstand connectie weet te maken met de computer van slachtoffer en uiteindelijk zijn rechten kan verhogen tot eventueel local admin. Allereerst, ik begin natuurlijk met het aanmaken van de shell zelf. Dat doen we via dit bestandje, remote shell. Kan op alle verschillende manieren, maar ik heb even gekozen voor een bat file. Laten we in ieder geval daarmee starten. Kijken, dus vanuit hier luisteren we eigenlijk als aanvaller zijnde naar de inkomende connectie die dadelijk binnenkomt. We gaan nu het bestand uitvoeren. Ik heb de ASET oplossing in detect only mode staan, dus hij zal wel dit herkennen. Maar je zal hierop niet ingrijpen. Dus we voeren nu het bestand uit. Dan zien we dat Netcat wordt gedownload. En eigenlijk ook wordt uitgevoerd. Dat kunnen we dan ook terugzien vanuit hier. We hebben hier nu een shell. En we kunnen zien dat we Steve Rogers zijn binnen het Avengers domein. Wat we nu gaan doen is dat we een tool gaan downloaden. Vanuit hier naar het slachtoffer toe. Dat heet dan Mimikatz. Dat doen we door eerst overstappen op PowerShell en dan een commando in te voeren wat dan Mimikatz zal wegschrijven op de desktop van het slachtoffer. En dat zie je ook hier terugkomen. Hier zie je ook, ik zal even inzoomen. Hier zie je Mimikatz verschijnen. Mooie Kiwi. De ontwikkelaar die dat als bijnaam heeft. Als we dan uiteindelijk kijken naar de desktop. Ik zou een klein beetje uitzoomen. Met mijn hoofd ervoor, denk ik. Dan kunnen we vanuit hier nu Mimikatz opstarten. Dan zie je hieronder zie je nu dat we een sessie hebben met Mimikatz. En waar het eigenlijk over gaat, de kwetsbaarheid. Het is eigenlijk een commando wat je kan uitvoeren vanuit de gebruiker. En we zijn dus Steve Rogers en geen local admin. Maar met deze commando gaan we eigenlijk een output krijgen. Waardoor we de hash krijgen van de admin. Dus hier zien we nu de output die we hebben gekregen. Hier zien we dus van de user een hash. En als we verder omhoog scrollen, zien we hier de hash van de admin. Dus wat we hiermee kunnen doen is dat we die kopiëren en dat we die uiteindelijk gaan ontleden tot een wachtwoord. Dus uiteindelijk zullen we hier zien wat dan het echte wachtwoord is. Wat je ook zou kunnen doen met deze hash is uiteindelijk inladen. Dat heet dan een paste hash aanval. Daarmee is het mogelijk om jezelf voor te doen als de admin. En uiteindelijk vanuit daar dan toegang te krijgen tot een computer van een slachtoffer met verhoogde rechten. Dus wat we nu even gaan doen is dat we de John the Ripper erbij pakken. Dat is een tool waarmee we dus deze hash kunnen gaan uitpakken. Dus laten we eerst even de hash inladen in een document, zodat John deze kan herkennen en kan ontsleutelen, als het ware. Dus in ieder geval de hash. Zeggen we oké, prima. Opslaan. Wat we nu gaan doen is dat we gaan vragen aan John van joh, ontleed het bestand. Zorg ervoor dat je kan achterhalen wat dan precies het wachtwoord is. En als het goed is, krijgen we dan te zien dat het wachtwoord wat het precies is van de admin. En hier zien we het dus. Ik zal even een klein beetje inzoomen. Niet heel complex het wachtwoord overigens. Maar er komt op neer dat het wachtwoord uiteindelijk admin blijkt te zijn. Dus hiermee zou je kunnen inloggen op het systeem van slachtoffer. En kun je dus je rechten verhogen op basis van deze exploit.
Er is nog geen echte oplossing vanuit Microsoft hiervoor. Ik weet alleen dat het deze aanval niet mogelijk is als je geen shadow copies wil hebben op je systeem. Dus dat is voor nu even de meest praktische manier om dit te voorkomen. En we hopen uiteraard dat Microsoft waarschijnlijk aanstaande dinsdag met een update of een patch uitkomt, waardoor het niet meer kwetsbaar is voor deze aanval. Ik hoop dat je in ieder geval heeft geholpen. En als er vragen zijn, dan hoor ik het graag. Bedankt voor het kijken weer en graag tot ziens.